Goedendag, je kijkt naar de speciale vakantieweersverwachting van Weerplaza. En we richten ons daarbij met name op de landen rondom de Middellandse Zee en ook de Alpenlanden en Duitsland. Waar gaan morgen de meeste buien vallen? Nou, dat zien we in deze animatie. De zwaarste buien trekken over de Balkanlanden, Griekenland, Turkije en het zuiden van Italië. In woensdag zien we de buien geleidelijk wat meer over Italië vallen. Ook Portugal en Spanje komen dan aan de beurt. En als we dan naar donderdag kijken, ja, dan wordt het ronduit wisselvallig in het Middellandse zeegebied. En dat komt omdat het juist in Nederland fraaier weer gaat worden. Op dit moment in de meeste landen geen waarschuwingen, alleen in het noorden van Italië en in het zuiden van Frankrijk en in de Balkanlanden hier en daar een waarschuwing voor een stevige regen- of onweersbui. Daarbij kan het ook hagelen, dus hou dat even in de gaten als dat bij jou in de buurt is, maar verder vandaag vrij rustige omstandigheden. Dan beginnen we met het weer in Frankrijk geldig voor morgen. Ronduit zonnig, schitterend weer. Langs de Middellandse Zee temperaturen van 30 tot 33 graden. Maar ook in de buurt van Bordeaux heerlijke temperaturen. De wind is rustig en alleen in Bretagne verwacht ik wat meer wolken. Genieten dus van volop zonneschijn morgen daar. Ook in Portugal en Spanje is er weinig aan de hand. Ook daar veel zonneschijn en nog wat hogere temperaturen. Plaatsen kan het zelfs zo'n 35 tot 40 graden worden. Dat geldt dan met name voor het gebied in Andalusië. Dat is in dit deel. Dat staat bekend om zijn extreme hitte en dat is morgen daar dus ook het geval. Zit je in de buurt van Barcelona, dan ook temperatuur rond 30 graden. Dus ook daar denk ik weinig te klagen. En dat geldt trouwens ook voor Portugal. Ook daar stralend zonnig weer, geen wolkje aan de lucht. In de Alpenlanden is het ook een mooie dag, maar daar is de lucht wel vochtig en onstabiel. Dat betekent dat er her en der een stapelwolk kan ontstaan. En die stapelwolken die groeien dan in de loop van de dag uit tot een regen- of onweersbui. Het zal niet een totaal verregende dinsdag worden. Het is met name in de middag en avond dat zo'n bui kan vallen. Elders in het zuiden van Duitsland en in de Alpenlanden, prima weer. Volop zonneschijn, temperaturen waar je heerlijk bij actief kan zijn, zo rond de 25, 26 graden. Daar heb je toch voor geboekt, zou ik zo zeggen. In Italië morgen in het midden en noorden ook mooi weer. Ook daar volop zonneschijn en temperaturen van 28 tot 32 graden. Maar zit je in het zuiden, dan is er duidelijk meer bewolking. En daar kan wel weer, met name in de middag en avond, een regen- of onweersbui vallen. En dat kunnen echt forse hoogstbuien zijn. Dat geldt voor Griekenland dan met name voor het noordoosten. Dat zijn de regio's waar de buien het makkelijkst kunnen ontstaan. En ook in Turkije moeten we rekening houden met een enkele bui. Maar dat is echt een plaatselijke bui. De meeste plaatsen in Griekenland en Turkije, zeker waar we als vakantiegangers naartoe gaan, heerst de zon. Temperaturen zo tussen de 25 en 32 graden. Op de Egeïsche Zee kan wel een wat frissere noordelijke wind waaien. Dat is de Meltemi. Maar die mag verder de pret niet drukken. Zorg gewoon dat je aan de zuidzijde van de eilanden bent. Daar is het goed toeven. Dan tenslotte nog even de Canarische eilanden. Daar is het allemaal iets minder warm. Heeft te maken met de temperatuur van het zeewater in combinatie met een wat koudere bovenlucht. Maar wel veel zonneschijn, dus ook daar heerlijk vakantieweer. Dan kijken we nog even naar de watertemperaturen. Nou, daar kan nog wel wat bij, zou ik zo zeggen. En met name in juli en augustus, dan zie je de temperaturen nog wat verder omhoog gaan. Maar zeker langs de Portugese westkust en in de buurt van Bordeaux, in de Golf van Biscayen, daar zijn met 16 tot 18 graden nog wat magertjes. Dat zijn bijna de temperaturen die we in Nederland ook hebben. In de Middellandse Zee is het kwik dan altijd wat hoger. En de hoogste temperaturen zien we in de buurt van Cyprus. Daar is het al 26 graden in het water. En hoe ziet de zonkracht eruit? Nou, die is overal zo tussen de 8 en de 10. En ja, wat ik net al zei, in heel veel regio's schijnt de zon ook flink. Dus dat betekent dat je bij 9 à 10 binnen 15 minuten kunt verbranden. Dus zorg dat je goed ingesmeerd bent, want een zeer sterke zonkracht zorgt ervoor dat het echt rap gaat. En dat gebeurt eigenlijk al vanaf een uur of 11 uur 's ochtends tot ongeveer 3 à 4 uur 's middags. Dan tenslotte nog even een blik op het weer van woensdag. Nou, zoals we in de modelkaarten al zagen, dan neemt de buiigheid toe. Niet alleen meer op de Balkanlanden en in Griekenland, maar ook op meer plaatsen in Oostenrijk en ook in het noorden van Spanje en in Portugal moeten we rekening houden met regen en onweer. Daar dus allemaal wat wisselvalliger. Mooie weer blijft vooral in het oosten van Frankrijk aanwezig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.